Een vertrouwd winterstafereeltje als je 's ochtends je warme huis verlaat. Vloekende buren die de autoruiten staan te krabben. Je ontkomt er niet aan, want je kunt een boete krijgen als de politie vindt dat je te weinig zicht hebt. Toppunt van verspilling is het krabben van je ruiten terwijl je de motor en de verwarming aan hebt staan. Dat is natuurlijk slecht voor het milieu. En ook voor jezelf is het ongezond om in die dampen te staan. Bovendien helpt het nauwelijks, zegt de ANWB. Zolang je niet rijdt, wordt de auto toch niet echt warm. Je kunt ook een ruitontdooier op je bevroren autoramen sprayen. Dat spul verlaagt het vriespunt van het ijs op je auto en daardoor ontdooit het. Ruitontdooier ruikt heel sterk omdat het bestaat uit alcohol en glycol. Het lijkt daarom alsof het een milieuonvriendelijk goedje is. Maar de bestanddelen van het spul zijn biologisch goed afbreekbaar en kunnen geen kwaad in het riool. Het heeft dus nauwelijks invloed op de waterkwaliteit. Maar het kan ook anders. Onze gouden tip. Een plastic zakje met heet water. Dat warme water gooi je niet over je autoruiten, want dan vriest het meteen vast. Maar je wrijft de plastic zak over de bevroren ramen. Het ijs smelt en dan kun je dat heel makkelijk wegvegen. Voilà, dan ben je in no time klaar om te gaan